Welkom bij de Nuanced Podcast. Dit is een aflevering van Stoïcijnse Gedachtes. Werk is therapie. Werk verzorgt nobele geesten. Seneca, Moral Letters, 31.5. Herken je dat ongemakkelijke gevoel wanneer je te lang niks zinnigs hebt gedaan? Dat gevoel dat je nu echt wat moet gaan toevoegen. Want wij hebben een lichaam en een geest die willen ontwikkelen. En dus willen ze werken. En wil je weten hoe je van dat ongemakkelijke gevoel afkomt? Hup, aan de slag en werk. Wat Seneca en ik ook hier beschrijven is iets dat iedereen kent. Het gevoel dat je aan de slag moet. Dat je ergens iets mee moet gaan doen. Dat is dus je werk. En ja, ik begrijp dat dat niet per se is wat je voor je baas doet. Of voor je klanten. Ik begrijp helemaal dat dat soms best wel als onzinnig kan zijn. Maar waar ik hier op doel is het werk dat jou jou maakt. Dat is wat je moet gaan doen. Als het niet iets is wat je voor je levensonderhoud doet, dan zal dat je hobby zijn of iets in je samenleving. Maar iedereen heeft zijn werk. En iedereen heeft zijn werk dat hem goed doet. En mocht jij het gevoel hebben dat je het nog niet hebt gevonden, dat werk, dan moet je dat werk gaan zoeken. En ook dat op zichzelf is werk. Dat is het juiste werk voor jou. Het juiste werk voor jou is daarom als een soort therapie. Het geeft jou zin. Het geeft jou een bijdrage. Het geeft jou een reden. Vond jij deze aflevering waardevol? Abonneer je dan op het Nuanced Podcast YouTube kanaal, volg de podcast op Spotify of deel de podcast met anderen. Op deze manier help je mij het kanaal te ontwikkelen. Enorm bedankt voor je tijd en tot snel! Dit was een Stoïcijnse Gedachte in de Nuanced Podcast.